Oké. Okay. Ja? Ja? Oké. Okay. Ik vind het echt heel grappig. Wat? Even wachten, deze planten. Drie jaar later ondertussen, kijkers. Helemaal, vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. En vandaag ben ik niet alleen, want er zit hier iemand naast me. Wie ben jij? Ja, ik ben Twan. Vertel het maar aan de kijkers. Ja. En wie is Twan? Ja. Twan is een random jongen van de straat. Nee, dat ja, niet. Nee. Twan is een goede vriend van mij, als ik zo mag noemen, denk ik wel. Dat ja, zei je ook in je YouTube comments, maar ja, dat mag wel. Ja. Ja. En ik reis elke dag samen met Twan en we zitten bij elkaar in de klas. Dus dat is super gezellig. En vandaag gaan we een keertje een video opnemen. We hebben een app en die heet Speechjammer. Als ik het goed uitspreek. En dat is een app, dan doe je oortjes in. En dan hoor je eigen stem 1 seconde vertraagd. Dus dat maakt het echt super moeilijk om te praten. En we hebben een soort van opdrachten verzonnen. Ik weet niet wat dit was. Opdrachten verzonnen. En dan doet de ene de oortjes in. En we hebben meerdere rondes. En daarbij doen we opdrachten. En hopelijk wordt dat een soort van leuk om te zien of grappig. En we gaan als eerste beginnen met de tongue twisters. Dus de dingen zoals de kat krabt de krullen van de trap. Dat is sowieso al moeilijk, maar als je oortjes in hebt is het nog moeilijker. Wat een kijkers. Hallo? Hallo? Ik zwaai even naar de kijkers. Dan doe ik dit even zo tegen de microfoon aan. En kunnen ze het schudden horen. Moeten we even praten. Nu hoor je het als vertraagd. En dat is heel erg raar. Oké, de eerste tongue twister. Lukt dat? Ja, hoor je het raar? Langs de koele... Kali liep een kali. Langs de koele kale liep een kate koelie met een kilo kale op zijn kale koeliekop. Oké, dat ging niet goed. Okay. Meisje met je mooie mondje. Moet je met maatje mee. Ik haal. Het klinkt echt als niks. Doe maar nog een keer. Meisje met je mooie mondje. Moet je met je maatje mee. Oké, dat is heel raar. Mag ik wel een tong twister? Oh, toch wel. Ja. Achter de roze kerst hangen 3 hoge doeken. Achter de roze kerk hangen 3 hoge doeken. Achter de roze kerk hangen 3 hoge doeken. Zo hoor je het ook niet goed. Nee, maar het klinkt net alsof je hapert. Of heel onzeker bent. Wat is er moeilijk aan boterklontje? Boterklontje, 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 boterklontje. Nou, je gaat jezelf een beetje verspreken. Als jouw tackle, mijn tackle, tackle, tackled. Tackle, tackled, mijn tackle, jouw tackle, jouw tackle terug. Geloof ik, heb je iets te vaak tackle gezegd. Wat? Je hebt iets te vaak tackle, geloof ik, gezegd. Probeer jij het eens dan. Als jouw tackle, mijn tackle, tackled, tackled, mijn tackle, jouw tackle terug. Mijn tackle? Ja, mijn tackle, denk ik het ook wel. Dit werkt niet. Oké, laten we doorgaan naar de... Naar de... Raadsels. En jullie kunnen ook mee raden. Raad mee in de reacties. Een mannetje woont op de 65ste verdieping van een hoog flatgebouw. Als het regent, neemt hij wanneer hij naar buiten gaat de lift naar beneden. En als hij 's avonds thuis komt, ook weer de lift naar boven. Maar als het niet regent, dan neemt hij als hij naar buiten gaat, wel de lift naar beneden. Maar 's avonds, als hij thuis komt, loopt hij de trap op naar boven. Waarom denk je dat hij dan ook niet gewoon de lift naar boven... Omdat de lift dan dicht gaat? Nou, ik zei mannetje. Het is een lilliputter. Hij kan niet bij het knopje. Als het regent, dan heeft hij zijn paraplu bij zich. En dan kan hij bij de liftknopjes. Maar als het niet regent, kan ik niet bij de lift. Je praat zo niet. Dus dan moet ik bij de trap. Ik klink alsof ik een of van... Of je een beetje hebt gedronken. Of een beetje heel aandoeningen heb. Of zo. Wat we nu gaan doen, we gaan iets over elkaar vertellen. Over iets dat we hebben meegemaakt. Of een gekke eigenschap of zo. Shit. Dus Twan mag beginnen met iets over mij. Ik ben heel benieuwd. Oké, dus altijd als ze met de trein gaan, zochtend. Dan... Zien we altijd fietsers langskomen. Maar wij moeten natuurlijk ook oversteken. Dus langs die fietsers. 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 Dit werkt niet. Altijd als ik over wil steken en die fietser... Hoe zeg je dat eigenlijk? Rijd je bijna als aan? Rij naar baan. Dan gaat Mandy altijd schreeuwen. Rij naar baan, wat zeg jij? Man, je wordt doodgereden. Ja, dat is gewoon dat jij zo'n... Van een mug een olifant maakt.
Dat is een beetje... Ja. Ja, maar dat was gewoon één iets wat ik aan het begin van het schooljaar zei. En dat dacht ik nou, niet alleen aan het begin. Nee, maar toen... En toen nu zag ik het eigenlijk altijd nog voor de grap. Toen was van, oh, je gaat dood, kijk uit. Maar... Dat is heel grappig. Ja. Punt. Willen we het weten? Nee, willen we niet, hè? Het is zo grappig, man. Ja? Als je het kan uitspreken, dan zou het heel grappig zijn, ja. Oké. Kijk, het is nu de laatste tijd heel erg warm. En het was gisteren 30 graden. Toen hadden we klantgesprek en we moesten netjes naar school komen. Twan dacht, ik doe lekker netjes bloesjes aan. Een bloesje. Mijn bloes. Een bloes. Dat nou, prima, helemaal prima. Maar wat deed jij toen? Het was 31 graden. Deed hij er een jas overheen? Ja, nou... Echt niet goed, hoor. Ja, maar dan kan ik toch mijn sleutels in stoppen? Ik kan niet in mijn blouse mijn sleutels stoppen. Kun je ook in je tas doen. Het is 31 graden. Doe je een lange mouwenblouse aan met een jas. Als je weet waar ik mee slaap, dan weet je wel waarom ik tegen warmte kan. Dat is ook nog zo gaar aan Twan. Twan slaapt met 2 of 3 dekens. Ook is het 31 graden. Normale mensen... Die slapen met 1 deken of zonder deken als het 31 graden is. Maar wat doet Twan? Die slaap ik onder 2 dikke dekens, zegt hij. Ja, maar dat is gewoon lekker. Dan heb je tenminste iets zoals echt om vast te houden of zo. Doen meer mensen van jullie dat? Nou ja, dat maar kijk, heel je normaal, kan ook 1 deken vasthouden en niet 2. Ja, maar weet je, dat is eigenlijk een beetje meer voor de extra. En ik hou niet zo van muggen, dus dan kan ik mezelf indekken tegen het gevaar van buitenaf. We hebben een boek, dit leuke boek, van Mel Wallace de Vries, met Haat, met Mila op de koffer en met mij erin. Oh, wat leuk allemaal, joh, jeetje. Ja. Ja. We gaan dit boek op een random bladzijde opslaan, open. En dan ga ik voorlezen. Oh god. Hoofdstuk 18. Ik loop snel en mijn handen in mijn zakken. En mijn hoofd lichtjes is gebogen. Koude wind blaast in mijn gezicht en gaat dwars door mijn grijze trui. Ik besef dat het idioot is om eind november zonder jas te lopen. En jij loont in juli met jas. Dat is echt gewoon tegenovergesteld van mij. Oh, oh. Maar ik loop stug door. Overal zijn dingen die niet lijken te kloppen. Of zit dat alleen in mijn hoofd? Mooi einde. Ik denk dat het wel was, hè? Je mag wel uitdoen. Ik weet niet of je nog blij wordt als je nu dit nog hoort echoen. Ik word gek. Vond je het een beetje leuk? Ja hoor, denk nou, ik. Nou, helemaal leuk. Ik vond het ook hartstikke gezellig, hartstikke leuk. Hopelijk hebben jullie ons kunnen uitlachen. Dat is niet goed voor ons zelfbeeld. Maar weet je, we zullen uw reacties niet lezen. U nog wel. Ja, even netjes blijven, toch? Nou, oké, als jij netjes wil blijven. Oh, ja, het zijn allemaal hele nette kijkers die allemaal dit helemaal volgen tot aan het einde, geloof ik. Geen idee. Laat maar weten als je het helemaal hebt afgekeken. Dat wil ik doe niet dan eigenlijk. Wat moet ze dan achterlaten? Tongetje. Zo naar buiten. Oké, doe die even achterlaten. Zou ik voor nu zeggen, bedankt voor het kijken. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Te abonneren. En heb je nog wat te zeggen? Misschien tot de volgende keer. Misschien tot de volgende keer. Laat maar weten als jullie meer video's met Twan willen. En wat jullie willen zien. Nou, doeg! Doe gewoon niet, hè. Oh, precies. Nog 1 seconde. Dood. Nee, huh? Zo, dat klinkt goed, geloof ik. Ik hoor dat niet in een YouTube video. Nee, nou, misschien zit het er nu al in. Oh, krapte ik jou? Sorry. Dood. Verdoemd. Ja, helemaal weg. Geen huis meer. Zielig. Heeft ook weer gehad.